kan het gewoon niet volgen. Ik kan het gewoon niet volgen. Ik bedoel, nou zegt iedereen weer van... Ja, nee, Ajax, die heeft voordeel gehad want dat die wedstrijd niet doorging. Utrecht-Ajax. En die zijn geholpen ongeveer door KNMI. Maar vooral door de KNVB. De KNVB, die willen eigenlijk dat Utrecht-Ajax niet doorging. Dat wil de KNVB. Want dat is dan in het voordeel van Ajax. Nou ja, hoe krom... En van wat kan je redeneren? Dat is dit. Jongens, ik geloof er geen moer van aan, toch op. Alsof de KNVB... Waarom wordt AZ Feyenoord dan afgekeurd? En afgelast? Waarom is dat dan? Wiens voordeel is dat dan weer? Hè? Als de KNVB nu alleen Utrecht had afgelast... En niet die andere wedstrijd... Ja, hè? Dan wel. Maar nu... En al het amateurvoetbal ging eruit... Ook dat is ook allemaal in het voordeel van al die amateurs. Ik bedoel, toet toet, toet toet, toet toet. Dat is wat het is, al dat gelul. En trouwens, als je Utrecht supporter bent, hey, luister eens even goed. Dan moet je dat soort dingen niet zeggen. Want Utrecht Ajax, dat is de wedstrijd van het jaar. Daar gaat het om. Het gaat maar om één ding in Utrecht en dat is... Ajax verslaan. Dat is het. Dat zit het hele jaar in jullie hoofd. Nou, hey, luister. En als je van Ajax wil winnen, dan wil je van het beste Ajax winnen. Dan wil je niet winnen van een soort upgraded jong Ajax. Utrecht speelt toch niet in de keukendivisie? Je wilt toch gewoon tegen het sterkste Ajax. Met Ziyech en met Neres en met Promes. En met Blind, daar wil je van winnen. Dat is hem, dat is de instelling. Dus wees nou blij als supporter van Utrecht dat het niet doorgaat, Utrecht-Ajax. Wacht gewoon tot dat hele sterke Ajax naar Utrecht komt. En dan pak je ze. Dat is hem. De cucaracha, de cucaracha.